De selectie van Inter Moengo Tapoe bereidt zich intensief voor richting Curaçao, want zij moeten volgende maand deelnemen aan de clubkampioenschappen. Nou, wij waren op de training van Inter Moengo Tapoe en we spraken met een paar van de spelers. Om te beginnen met het eerste, captain. Hoe voelt het aan om weer te trainen? Wel, ik voel het wel lekker aan. Na lange tijd hebben we niet getraind. Ik denk dat het 5 maanden zo. En elke voetballer wil echt op het veld zijn. Ja. Ja, we zien dat er wel rekening gehouden moet worden met de COVID-maatregelen. Hoe reageer je daarop? Ja, ik vind het wel jammer. De situatie wat zo is. Nu we kunnen de hele groep kunnen nu echt samen trainen. We moeten met 5 mannen trainen. Ja, groepjes van 5, hè? Ja, groepjes van 5, ja. En hoe ervaar je dat? Ja, is niet echt zo 11 tegen 11 of zo bepaalde training. Je hebt meer mannen nodig, snap je? Het is zo. En kijken naar jullie trainen voor de Concacaf wedstrijden. Ja. Hoe kijken naar die wedstrijden? Wel, het is wel een zware toernooi, want omdat we zijn niet in wedstrijdritme en we hebben lang gerust. Dus dat, maar we gaan ons best doen. Jullie hebben nog 3 weken te gaan wat trainingen betreft, dus jullie kunnen nog in shape komen. Ja, 3 weken hebben we, dus strak, we moeten strak aanpakken. We moeten strak aanpakken. De spelers van Inter Moengo Tapoe die deel uitmaken van Nacho, kunnen niet altijd met jullie samen trainen. Hoe kijk je daarnaar? Wel, je hebt bepaalde dagen ze moeten hier trainen. Ik denk 1 dag gaan ze bij Nacho en 2 gaan ze hier trainen. Enkele van Inter is het dichtbij. We moeten volgend maand gaan. Maar van Nacho is het tot oktober moeten ze spelen. Dus nu is het hier is het belangrijk hier. Ja. En tot slot, wat zeg je aan de fans van Inter Moengo Tapoe? Kijken naar de Concacaf-wedstrijden die voor de deur staan. Wat wil je aan de fans zeggen? Want jullie kunnen niet echt hier spelen in Suriname. Wat zeg je aan de fans? Dus al onze fans, ze moeten ons de power geven om daar een goed toernooi te spelen. En ik hoop dat het live komt op de tv. En we gaan het best doen om met de beker naar Suriname te komen.